Ja, heel goed. We kunnen dus beginnen. En ja, wat dat is Ugain? Ugain, dat is een digitaal platform voor middelgrote en kleine bedrijven, evenals voor winkel- en uitgaanscentra en netwerken, om de ondernemer en de consument bij elkaar te brengen. Dus de klanten kunnen zijn de horecabedrijven, de winkels bijvoorbeeld enzovoort. Dus wat maakt onze software? Dat brengt de ondernemer en de klant bij elkaar. En dat zijn twee belangrijkste personen. Alsjeblieft, schrijf in de chat als je me goed kunt zien. Volgens mij gebeurt er iets niet goeds. Nee, nu is het goed. Oké, nu is het goed. Ik zie mezelf weer. Oké, de volgende slide, alsjeblieft. De volgende dia, volgende pagina. Ja, ik wil me graag presenteren, voorstellen. Ik heet Drago Stanciu. Ik ben directeur van de Academie van Privé-Investeerder in Italië. Ook president van het partnerprogramma. En ik ben ook gecertificeerde trainer van Master Profi. En vandaag praten we over multi-level crowd investing. En ik ben ook lid van de Vereniging Generaals van de Generalen van de Wereld voor Vrede, Generals of the World for Peace. Ik ben ook gecertificeerde Master Profi. Ik ben ook moderator van het spelletje Genie van Financiën. Het is niet zo dat ik veel talen kan spreken, maar ik heb fantastische tolken die vandaag me helpen. En ik ben ook professionele investeerder en ondernemer en bedrijfsleider in Italië. Erg veel jaren heb ik veel ervaring geaccumuleerd en daardoor ken ik heel goed de problemen met die de ondernemers kunnen worden geconfronteerd. Ik noem mezelf professionele ondernemer, want ik heb veel gestudeerd en ik heb altijd mijn best gedaan om het financiële regels goed te begrijpen, de financiële sector. En ik doe mijn best tot nu toe om alles goed te begrijpen, om te perfectioneren, om mijn werk te vervolmaken in verschillende aspecten, in alle aspecten die ik misschien nodig kan hebben. Ik als ondernemer. En ik natuurlijk wil nog een keer onderstrepen de betekenis van alle cursussen van de Academie van de Privé-Investeerder. Dat is het know-how, dat is kennis. Daardoor kan onze maatschappij deze nieuwe realiteit opbouwen. En deze vele projecten die we nu hebben. En vandaag hebben wij het over het project Ugain. Dat is een deel van ons investitieportefeuille, investeringsportefeuille. Alsjeblieft de volgende slide, de volgende dia. Dus vanavond spreken we over business met Ugain. Dus over alle deze aspecten, alle deze dingetjes die heel belangrijk zijn om ieder project te lanceren. Want het project kan natuurlijk fantastisch zijn, maar als alles kosteloos zou zijn, gratis zou zijn, als niemand iets had verdiend, dan zou het onmogelijk zijn voor dat project om zich te ontwikkelen en om de wereld te veroveren. En nu gaan we gedetailleerd kijken. Waarover hebben we gedacht? Wat hebben we gedaan om ons project wereldwijd te ontwikkelen? Dus nu komt de volgende dia en ik wil graag nu beginnen met het bonussysteem. Het eerste bonussysteem dat we hebben ontwikkeld in deze app, in de app Ugain voor ondernemers. En wij spreken vandaag over de bonussen die jij gaat krijgen door de abonnementen te kopen en te verkopen. Dus je ziet nu op de slide dat wij willen een stap in de richting van de ondernemers maken in deze periode. En we hebben deze prijzen, jaarlijkse prijzen, gedeeld door maandelijkse betalingen.
En we weten wat hoe de situatie nu globaal eruit ziet. En hier, je ziet $300 en ook een gestrepen cijfer. En hier vlakbij zie je de cijfer $150. En deze prijs kun je betalen bij het officieel lanceren van het Eugene-project. En dat zal ongeveer in het midden van maart beginnen. Dus ik doe een beroep op alle onze werknemers, partners, alle promotors. Heel aandachtig te kijken naar deze app, naar de functies, naar de voordelen. En ik wil heel graag alle ondernemers uitnodigen bij onze officiële start deel te nemen en een cadeau te krijgen. En natuurlijk, als wij strategisch denken, zoals de ondernemers altijd denken, dan natuurlijk deze app, jij kunt voor een nulprijs ontvangen. Dus helemaal kosteloos, helemaal gratis. Waarom is dat zo? Want als ik bijvoorbeeld gedurende een week deelneem aan webinaren die we graag presenteren om ons product te verklaren, dan begrijp ik ook de betekenis van dat project. En dan zal ik denken hoe ik 8 andere ondernemers onder mijn vrienden vind. Mijn vrienden die misschien een winkeltje bezitten, misschien deze vrienden zijn geïnteresseerd aan onze diensten, services, aan onze producten. Want dat zal een additionele impuls en aanmoediging geven voor de ontwikkeling van hun zaak, van hun winkel. En denk alleen maar, jij kunt gebruik maken van 50% korting om onze app te krijgen. Als jij nog nooit bent deelgenomen aan een webinar waar wij ons product verklaren, alsjeblieft neem graag deel of nodig je vrienden en de ondernemers uit. En ik ben heel zeker dat jouw vrienden zullen graag ons cadeau willen krijgen. En dan willen ze ook met een korting onze app kopen. Als ik zou willen deze app heel gratis willen krijgen, dan is het zo dat ook $300, en dat is natuurlijk niet veel, 150 is nog minder, maar als ik bijvoorbeeld toch plotseling de mogelijkheden, de functies van onze app wil delen met andere ondernemers, als ik al mijn eerste stappen heb gedaan in onze zaak, in ons bedrijf, in onze maatschappij, dan kan ik natuurlijk grote commissies krijgen in de eerste lijn. Dus 8 ondernemers in mijn eerste lijn, ze geven me de kans om een abonnement te krijgen voor een jaar. Ja, alsjeblieft, schrijf in de chat hoeveel. Ja, ik heb geen rekenmachine met mij, maar deze $22,5 per jaar vermenigvuldigd met 8. Schrijf alsjeblieft hoeveel dat wordt. Dus 180. Iemand heeft al het eerste resultaat hier geschreven in de kamer, in de chat. En jij ziet natuurlijk dat is veel meer dan $150 die jij moet betalen voor het eerste jaar. Misschien zelfs 7 vrienden zullen al genoeg zijn om voor mijn abonnement te betalen. Maar waarom ik zeg ik 8 personen in de eerste lijn? Want 8 is een symbool voor geluk, voor welvaart, voor rijkdom. Dat is een magisch cijfer. En natuurlijk, alle deze ondernemers die ik ga uitnodigen gedurende een week, ze zullen kijken naar de presentatie van hun producten, van de businessmogelijkheden. Ze zullen zien wat de fantastische mogelijkheden wij aanbieden. En zij zullen misschien ook willen deze app krijgen, absoluut gratis, absoluut kosteloos. En ze moeten dan ook hetzelfde doen. Dus de informatie delen met andere collega's, met andere ondernemers. En denk alleen maar dat ik met de tijd langzaam ik zal
Het zal voor mij mogelijk zijn fantastische, enorme, grote passieve inkomen krijgen. Alleen maar tijdens het eerste jaar, gedurende het eerste jaar. Kijk alleen maar. Vanaf de zesde lijn, vanaf de lijn 6, kan ik 17% van verdeelbare commissies krijgen. En door deze onze verdiensten en inkomsten zal ik ook de mogelijkheid krijgen om alle rekeningen te betalen die verbonden zijn met mijn onderneming, met mijn bedrijf. Alleen maar want ik het proces van duplicatie ben begonnen. Dus ik heb informatie gedeeld met andere mensen en deze mensen hebben weer deze informatie gedeeld met hun vrienden, collega's, buren enzovoort. Alsjeblieft de volgende slide, de volgende dia. En wij gaan nu zien welke andere bonussen zijn er. Welke andere kansen bestaan er voor ons. Dus door het jaarlijks abonnement. Maar nu spreken we al over abonnement. Niet voor de ondernemer, maar over een abonnement voor de klant, voor de nutter. Dus waarom zijn de nutters geïnteresseerd om dat klantenabonnement te kopen? Waarom hebben ze een interesse? Waarom hebben ze er zin in? Want daardoor krijgen ze meer kortingen, meer promoties en ze krijgen ook een mogelijkheid om ondernemer te worden en om hun eigen bedrijf op te bouwen. Natuurlijk, onze software maakt het mogelijkheid voor ondernemers nog rijker en succesvoller te zijn. En het maakt ook mogelijk voor de klanten additionele bonussen te krijgen, commissies te krijgen, volgens de marketingplan. En deze marketingplan is absoluut dezelfde voor de ondernemer en voor de nutter, voor de gebruiker. Dus hier, er was sprake over één verkocht abonnement en je ziet nu de cijfers op de slide. En later, je kunt natuurlijk dat cijfer vermenigvuldigen met het aantal mensen die jij wilt uitnodigen. En nu de derde slide, bieden de derde dia. En een paar woorden over de bonussen, de percentage die jij kunt verdienen op transacties. Dus jij krijgt het geld daarvoor dat je informatie deelt met andere mensen. En er veel deze manier om informatie te verspreiden functioneert kosteloos, gratis, als we informatie gewoon delen met buren en met vrienden. Maar sommige gemeenschappen, sommige maatschappijen kunnen ook nog additioneel bonussen en aangename verrassingen voorbereiden voor mensen die positieve informaties delen met hun vrienden. En hier zal ik dat nog een keer herhalen. Dat is een heel belangrijk voordeel van ons product. En dat is een heel belangrijk eigenschap van Ugain. Zodat de ondernemer succesvol wordt. Als hij de Ugain-app koopt, verwerft, de ondernemer moet ook zijn klanten, een groot aantal van zijn klanten, overtuigen om deze app gratis te downloaden. Dus er zijn twee soorten apps. De ene app is voor de ondernemers en de tweede is voor de klanten, voor de nutters. En waarom moeten de nutters de app downloaden? Waarom kan dat voor ze interessant zijn? Want we spreken over een systeem van loyale klanten. En voor de klanten die alleen maar één keer je winkel hebben bezocht of je service hebben besteld, deze klanten kunnen de app heel gratis, heel kosteloos downloaden en later kijken of ze willen een abonnement kopen om nog additionele andere kortingen te krijgen. Bijvoorbeeld, ik woon in het noorden van Italië en we hebben hier een fantastisch meer. En in mijn restaurantje, vlakbij dat meer, komt een toerist bijvoorbeeld. En ik beveel aan deze app te downloaden. En de toeristen, ze downloaden inderdaad deze app. Ze krijgen daardoor een korting voor de maaltijd die ze bij mij in mijn
winkeltje of in mijn café eten, dan gaan ze naar huis en ze brengen deze app ook naar hun land. En op deze manier zal YouGain zich wereldwijd uitbreiden. En wij spreken al nu in 8 talen en wij zijn in 8 landen present. Dus de toerist komt naar huis, de app staat al op zijn mobieltje en deze app identificeert automatisch de bedrijven, de maatschappij die geografisch vlakbij de Nutter liggen. En natuurlijk is de Nutter, de klant, ook geïnteresseerd om deze bedrijven te bezoeken. Deze winkels, deze horecabedrijven, want daar hij kan cashback bekomen, kortingen genieten enzovoorts. Dus onafhankelijk ervan waar, in welke plek, in welke plaats, in welk bedrijf van YouGain ecosysteem de klant het geld besteden, ik krijg mijn kleine commissie, mijn kleine royalty. En dat is een bonus van type 3. En mijn netwerk zal op deze manier uitbreiden. Meer en meer, steeds uitbreiden. En hier zal ik de mogelijkheid hebben tot niveau 5 te komen. Op één niveau is het 0,1%. Dan in lijn 2 is het 0,15%. Dan op lijn 3 is het 0,2%. In de lijn 4 zijn dat 0,25%. En in de lijn 5 dat zijn 0,5% van de bedrag die wordt overgemaakt door dat betaalsysteem. En je ziet hier de rode letters, dus het procent is onderhevig aan de voorwaarden van het betalingssysteem. Dus dat kan Visa zijn of Mastercard of misschien een ander systeem. Dus de percentage kan ook verschillen, want jij zal je banknetwerk veranderen, maar de percentage komt in ieder geval, dus de commissie krijgt er in ieder geval. Dus denk alleen maar, al deze duizenden van mensen die naar hun landen gaan of naar hun steden gaan, deze mensen zullen hun salaris krijgen en hun geld ook besteden. Besteden in een of ander bedrijf van YouGain ecosysteem, met verschillende winkels die deel zijn van ons ecosysteem en ze krijgen ook kortingen door onze app. Zij zijn dan geïnteresseerd om onze winkels van ons netwerk te bezoeken, dus winkels die leden zijn van ons systeem. En door de uitgaven van deze mensen, door iedere transactie van de kaart die is geïntegreerd met deze app, jij krijgt een klein percentage. Een eurotje, een centje vandaag, een centje, een muntje morgen, een muntje overmorgen. En dan accumuleert zich een heel groot bedrag. Sommige klanten bezoeken je alleen maar 1 keer, maar andere klanten zullen herhaalde aankopen doen. En maar natuurlijk, de klanten zullen ook iets kopen in andere winkels. En iedere keer als zij door onze app iets kopen en iets betalen, jij krijgt jouw bonus. Alsjeblieft de volgende slide. En laten we spreken daarover hoe dat systeem gaat werken. En nu, ik wil iets zeggen over de mensen die je iets aanbevelen. Ga naar dat restaurant of naar dat café. Ze hebben daar een fantastische keuken. Ja, dat maken we. Wij bevelen iets aan onze vrienden. Zo gaat het in het leven. Maar wij geven nog een mogelijkheid om een korting, een bonus te krijgen door iets aan te bevelen aan je vrienden. En ik kan op deze manier natuurlijk bonuspunten verdienen. Dat is natuurlijk een voordeel voor mij. Want een ondernemer die de aantal van zijn klanten wil groter maken, deze ondernemer is geïnteresseerd om mij te motiveren, niet alleen loyale klant te zijn, maar ook informatie te delen over zijn
bedrijf met andere mensen. En hier heb ik ook drie niveaus van percentage van verdiensten. En heel concreet zal dat de ondernemer zelf natuurlijk regelen. Dus een klant die is tevreden en die zijn geld goed heeft besteed, zal de informatie delen en dat zal naartoe leiden dat de ondernemer ook grotere opbrengsten krijgt. En natuurlijk, jij blijft nooit teleurgesteld als je dat doet, deze aanbevelingen. Oké, deze verschillende typen van bonussen die ik heb hier beschreven, ze maken het mogelijk voor je om niet alleen onze diensten met een korting te gebruiken, maar je krijgt ook mogelijkheid om additionele passieve inkomsten te krijgen, te ontvangen. De volgende slide alsjeblieft, de volgende dia. En ik zal nu verklaren waarom het interessant kan zijn te beginnen met het werk te beginnen met deze app. En waarom dat interessant voor je moet zijn om te groeien in ons project. Oké, deze marketingplan die we hier zien is gebaseerd op verkopen van abonnementen. Abonnementen voor het verhuur van onze software. Dus, kijk maar eens voor de klanten, maar ook voor de ondernemers. Hier werkt dezelfde marketingplan. En wij verdelen in het netwerk 55% van de inkomen. Het is heel belangrijk dat jij dat begrijpt. En alsjeblieft, wees aandachtig hier. Ik ben zeker alle mensen die naar ons luisteren, ze gaan begrijpen deze belangrijke beroep, deze informatie die ik nu wil aan je overgeven. Heel vaak de ondernemer en ook de wijze naar de wereld te kijken. Dus het denken van de ondernemers is heel gestructureerd en heel schematisch. Dus jij denkt dat jij hoort tot een heel vaste wereld, een vaste sfeer van activiteiten, maar het kunnen ook onverwachte situaties ontstaan die zelfs kolossale, heel grote bedrijven kunnen breken. Grote maatschappijen die niet duizenden euro, maar miljoenen en zelfs miljarden euro verdienen. Zelfs zulke enorme ondernemingen gaan soms failliet. En ik wil hier nu geen concrete ondernemingen noemen, maar je kunt natuurlijk in economische kranten dat alles lezen. Of ook op webpagina's die aan economie zijn gewijd. Maar denk alleen maar dat heel grote merken van de ondernemingen in horecabedrijven bijvoorbeeld, ze waren gedwongen om te sluiten. Ze zijn de facto failliet gegaan. Waarom? Wat was er aan de hand? Deze ondernemingen waren geen deel van een bepaald ecosysteem. Maar Yougain creëert inderdaad zo'n ecosysteem waar de mensen de opbrengst met elkaar kunnen delen. En de inkomen kunnen delen met elkaar. En hier zie je heel grote cijfers, 55%. En de ondernemers die aan dat project deelnemen, dat zijn succesvolle ondernemers, succesvolle mensen. Maar wat is er zo verstandig aan hun doen? Verstandig is dat ze niet dicht gaan. Ze zich niet sluiten. Ze zullen hun hoofden, hun hersenen openen. En misschien hun oude paradigma's. Dus ze moeten veranderen, anders beoordelen, opnieuw beoordelen. Naar nieuwe wegen zoeken. En in de wereld van multi-crowd marketing, multi-level marketing, hier zien wij in het tegendeel een bepaalde groei tijdens de pandemie. En de ondernemers die in dat veld zijn bezig, deze mensen konden serieuze inkomsten verdienen. En door een systeem dat klanten en ondernemingen
met elkaar brengen. We zijn systeem voor de nutters, voor de partners, voor de mede-eigenaren. Op deze manier kun je jouw business redden en altijd steeds meer groeien. Dus zelfs als jij deel bent van een belangrijk netwerk van franchises, dat is ook niet genoeg, dat is niet voldoende. Want jouw partners die willen ook geld van je krijgen op een bepaalde manier. Er zijn natuurlijk bepaalde royalties en bepaalde voorwaarden van de franchises. En jij moet altijd aan deze voorwaarden voldoen. En jij bent dan heel alleen op de markt. En soms, jij weet niet wat te doen. En jij bent bereid om op te geven. En jouw maatschappij, jouw business op te geven. Maar wij veranderen de methodologie. We veranderen de weg. Hoe je functioneert en hoe je werkt. Wij willen de markt veranderen. Wij willen dat jij deel bent van een nieuw systeem. Van een stabiel systeem. En jouw moeilijkheden. Je wordt met je moeilijkheden niet alleen geconfronteerd. Laten we kijken welke voordelen jij kunt krijgen van ons project nadat je deze app downloadt. Onze app downloadt. Nadat je dat doet, kan je als ondernemer meer andere informatie krijgen. Bijvoorbeeld. Je kunt je deelnemen aan onze opleidingscursussen en ook naar voren gaan en naar boven gaan op je carrière-trap. Misschien heel toevallig heb jij te weten gekregen over onze app, maar dan je hebt de beslissing genomen toch het abonnement te kopen. En nadat je dat hebt gemaakt in de... Je krijgt niet alleen niet 5%, maar 10%. En dan begint jij ook om geld te krijgen van de derde lijn. 3% in de derde lijn, zoals je ziet. Maar als je partner wordt, dat is een heel andere status. Als je een opleiding hebt gevolgd en als je voor het abonnement hebt betaald, dan krijg je 12% in de eerste lijn. 7% in de tweede lijn, 5% in de derde lijn, 4% in de vierde lijn. Maar wat nog interessanter is, dat zijn de inkomsten die je krijgt als agent, als je deze status krijgt. Weet je dat nog? De eerste type van bonussen, de eerste stappen, dat zijn heel makkelijke stappen. En dat is makkelijk voor je om deze stappen te doen. Dus de agent volgt een opleidingscursus. Een cursus waar wij de informatie geven, hoe wij doseren, hoe jij naar agent komt. Dus nu is het, vandaag is het geen opleidingscursus. Vandaag is het gewoon een inleiding. En ik vertel een beetje over hoe je carrière kunt opbouwen in ons project. Dus een agent verdient 15%, 8% in de lijn 2, 5% in de lijnen 3 tot 5. Maar verder krijgt hij geen commissies meer. Dan moet je de volgende stap doen en naar de volgende rank komen. Consultant, dus adviseur te worden. En vanaf de lijn 6, ik begin 6,5% te krijgen. En dan krijg ik van de lijn 7 een eindeloos. Dus je ziet hier dat er is hier geen bovengrens voor je inkomen vanaf de rank van consultant en hoger. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van ons carrière. Dus de eerste 5 lijnen zijn dezelfde in alle ranks, in alle statussen. En je ziet hier dat we kunnen niet zeggen dat de mensen die als eerste zijn gekomen, bijvoorbeeld, ze kregen altijd beter. En we kunnen nooit hetzelfde inkomen krijgen. Dat is niet zo. Als je agent bent of president bent, dan je verdient hetzelfde in de eerste lijn.
Dat zijn absoluut dezelfde cijfers. Een nieuweling en een president. Dat is heel democratisch. Hoe meer je werkt, hoe beter je bent, hoe groter, dus des te groter je bijdrage, des te meer verdien je ook. En, maar we zien dat de consultant krijgt in de lijn 6,4%, de manager verdient 6,5%, leader manager verdient 8,5% commissies, top manager 9,5%, vicepresident aandacht 12% en de president verdient tot 17%. En dat alles zullen we krijgen van de lijve van de lijn 7, eindeloos in de diepte. Door het systeem van de percentages die we verdelen, distribueren. Dat is fantastisch. En je ziet, je kan president worden. Dat is een heel belangrijke status, heel belangrijke rang. En als ik denk dat in mijn netwerk, in mijn structuur, er komen veel mensen, een groot aantal van mensen, dan zal het heel goed, dat zou een groot netwerk zijn, diep netwerk zijn, met veel deelnemers, dan ontvang ik aanzienlijke grote inkomens. Bij iedere aankoop van abonnementen dus, oké, dat was het. En nu de volgende slide, alsjeblieft, de volgende dia. En laten we kijken wat kunnen de mensen krijgen, welke winst kunnen ze krijgen, de mensen die iets kunnen doen om zich te ontwikkelen in onze zaak, in ons bedrijf, om president te worden. Dus als ik begin van beneden, en als ik analyseer mijn perspectieven voor mijn inkomen, voor mijn opbrengsten, als ik analyseer wat mijn kansen zijn, dan ik zie, ik kan natuurlijk goed te verdienen, dat is heel realistisch. En ik kan natuurlijk traditionele bonussen ontvangen. Dus als ik ben promotor, en als ik heb de noodzakelijke eigenschappen om gedurende deze 2 weken, dus we hebben 2 weken een korting. En ik zal natuurlijk aan alle mijn vrienden, aan de ondernemers vertellen over deze fantastische mogelijkheid, maar gedurende deze 2 weken, wil ik ook YouGain tokens punten krijgen. Dat zal een cadeau zijn voor mij. Wat dat is YouGain tokens? Daarover praten we in het einde van onze presentatie. Maar dat is natuurlijk een belangrijke visie van ons, van onze onderneming. De visie van het algemeen systeem en van het algemeen functioneren van geldmiddelen die vandaag functioneren, alle ondernemingen die modern zijn, die aan de toekomst denken, ze zijn gericht naar evolutie en dat zijn we ook. En nu laten we de details kijken en lezen. Dus, achter het officieel lanceren van de app zijn er 2 weken. Gedurende deze 2 weken kan ik mijn bedrijven daar registreren en dan krijg ik een prijs, 500 YouGain tokens. En ik weet natuurlijk niet wat deze YouGain tokens punten zullen kosten. Maar alle andere 20 bedrijven die ik involveer, ze geven me nog 100 YouGain tokens. Tot het cijfer van 160 bedrijven binnen een maand is bereikt. Dus jij ziet, dat is een punt 4.1. Dus als ik ben een van 2 winnaars, die eerste hebben 160 of meer ondernemingen geregistreerd gedurende een maand,
Dan weet je hoe ik naar huis kom? Ik breng dan naar huis een fantastisch Apple notebook. Weet je wat? Ik wilde dat kopen voor mijn zoon. En ik weet wat dat kost. Dat kost €1.800. Oké, ja, dus dat is inderdaad een heel aanzienlijk bedrag. Alleen maar in één maand voor 160 verkochte abonnementen. Ja, natuurlijk, we praten hier al over jaarlijkse abonnementen. Dus dat zijn geen maandelijkse betalingen, maar jaarlijkse abonnementen. Dat is ook heel belangrijk. Dus de eerste twee winnaars kunnen een Apple Notebook krijgen. Maar er zijn nog grotere kansen, mogelijkheden. En als jij de tweede prijs kunt krijgen, dan verdien je een Rolex, een horloge. Jij weet dat het een heel waardevol prijs is. En voor elk land is er een Rolex. Voor de partners, voor de deelnemers die in onze app meer dan 500 bedrijven registreren in 3 maanden achter het officieel lanceren. Natuurlijk, wij praten hier over betaalde jaarlijkse abonnementen. En alle deze ondernemingen die ik registreer in de lijn 1, de eerste lijn, ze maken het mogelijk dat mijn netwerk ook verder en verder steeds meer groeit. Maar natuurlijk, ik zal mijn best doen op de eerste prijs te verdienen in Maserati. Maserati voor elk land. Om dat fantastische auto te mogen hebben, moet ik 6.000 of meer bedrijven registreren in 6 maanden. Dat moet ik natuurlijk als eerste doen in mijn land. Als eerste van alle andere promotors. Hoe zal ik dat doen? Ik zal alle vrienden, alle bekanten uitnodigen naar onze webinaren, naar de officiële start van de app. En natuurlijk, jij kunt ook dat zijn de mogelijkheden, de kansen die ook voor je openstaan. De volgende slide, alsjeblieft. En nu laten we kijken. Heel praktisch. Wat gebeurt er als ik mijn eerste 20 abonnementen verkoop, dan word ik beloond met 500 UGN token punten, UGT punten. Volgende slide, alsjeblieft. En als we denken over een abonnement voor de gegeven prijs, dus voor $300, want de korting wordt beëindigd 2 weken na de start. Dus de volle prijs, $300. Deze prijs geeft me de kans om 15% te verdienen van ieder van ieder winkel. Dus ieder ondernemer calculeert en denkt wat zal er gebeuren als ieder van mijn klanten wil gratis gebruik maken van onze app. Dus de volgende slide alsjeblieft. Volgende dia. Ja, dus met de directe winst van 8 winkels betaalt mijn UGN Business App zichzelf terug. En dat is een fantastisch nieuws natuurlijk. Ja, wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren in de praktijk? Hoe zou het zijn? En misschien ben je benieuwd hoe zal ik mijn geld verdienen en groeien op de carrière trap. Dus dat is een tamelijk simpele procedure. Iedereen heeft een smartphone. Jij krijgt een persoonlijke QR-code. Als er geen wifi is, dan kun je natuurlijk per hand manueel je codes ingeven. En ik registreer de ondernemers. En voor iedere
20 betaalde abonnementen verdien ik ook nog additioneel een 100 UGT, Ugin tokens. De volgende slide alsjeblieft. Deze cijfers, ze groeien steeds. 500 in het begin. En dan iedere verdere 20 betaalde winkels geven me nog een 100 Ugin tokens tot het cijfer 160 winkels in een maand na lancering is bereikt. En daardoor krijg je de totale winst van 1200 Ugin tokens. En in het einde, ja, ik heb al beloofd dat ik zeg wat zal de grote betekenis zijn van ons Ugin token. Een token die binnen ons ecosysteem zal functioneren. En ja, natuurlijk een winkel of bijvoorbeeld een restaurant en horecabedrijf. Wat denk jij? Dus ja, ik wil dat jij dat nu schrijft in de chat. Het antwoord op deze vraag. Wat denk jij? Hoeveel mensen kunnen komen en gebruik maken van je product in een maand, binnen een maand? Hoeveel klanten gemiddeld kun je hebben in een maand? Schrijf alsjeblieft in de chat cijfer. Als jij ondernemer bent, hoeveel klanten kun je hebben? Ja, schrijf dat alsjeblieft in de chat. Ja, ik zie sommige mensen schrijven dat. Sommige schrijven 1000 of 500. En als wij deze cijfer nu vermenigvuldigen met 12 maanden, dan dat kunnen 10.000 mensen zijn, bijvoorbeeld. 10.000 mensen in sommige maanden. Denk alleen maar, wat kan er gebeuren als wij gaan onze cryptovaluta gebruiken? En als wij deze cryptovaluta's gaan wisselen op de beurs, dan zullen wij ook vraag creëren naar deze cryptovaluta. En deze vraag zal ook de prijzen naar boven brengen. En er is ook natuurlijk een systeem voor automatische uitwisselingen, automatische wisselingen, zonder dat wij dat merken. Dus als je gelooft aan ons project, aan ons onderneming, aan Ugin, als je groeit samen met ons, als je deze opleidingscursussen volgt, dan jij krijgt een bepaald aantal van Ugin tokens. Want jij, bijvoorbeeld zoals andere mensen, ze hebben een examen afgelegd en ze hebben een aantal correcte antwoorden daar gegeven. Bijvoorbeeld 80% van de vragen correcte antwoorden heb je gegeven en dan je krijgt 800 punten voor onze tokens. Voor 100% van correcte antwoorden krijg je 1000 Ugin token punten. Ja, de volgende slide alsjeblieft. Oké, laten we kijken. Wat verdient een promotor? Hoeveel verdient een promotor? En ik denk dat iedere promotor zal strijven om het cijfer van 160 bepaalde abonnementen te krijgen. Als je nog weet, de eerste twee personen, ze kregen een Apple notebook. En vroeger of later verdien je een 1200 Ugin tokens. En je krijgt ook heel belangrijke bonussen. En dus 160 ondernemingen betalen de abonnementen voor $300 en mijn commissie is 15%. En dat betekent dat ik directe bonussen in de hoogte van $7.200 kan verdienen. Verklaar dat aan de ondernemingen. Alleen maar door deze 8 ondernemers die een abonnement betalen, kan hij of zij al $7.200 bonussen krijgen.
Als we spreken van over de tweede lijn, dan wij krijgen 8% en dan 160 wordt vermenigvuldigd met 8, want ieder van onze ondernemers, van onze vrienden, deelt informatie met 8 andere personen. Dan is de opbrengst $384.000 en 8% ervan, dat zijn $30.720. Dat is je additioneel bonus, want met je tweede lijn heb je niet gewerkt. Je werkt alleen maar met je eerste lijn. Dus jij krijgt jouw directe bonus en dat is een additionele bonus. Dat is gekomen door het werk van je partners. De volgende slide alsjeblieft, de volgende dia. Ik zou graag dat jij een belangrijk ding begrijpt. Veel mensen hebben soms niet de bereidschap om het oude denken op te geven. En sommige mensen weten niet wat achter de scène gebeurt. Wat gebeurt er achter de scène bij Hugain? Ja, een klein aantal van mensen kunnen begrijpen wat wij aanbieden in die realiteit. Dus jij ziet al deze cijfers, dat zijn inderdaad heel belangrijke cijfers, relevante cijfers. En we willen 50 miljoen bedrijven brengen naar dat systeem. Ik zeg niet 50 miljoen, ik zeg meer dan 50 miljoen. Is dat gek? Ja, misschien is dat gek, maar soms is het zo dat mensen die volgens ons gek waren, deze mensen gaven ons de kans om gebruik te maken van elektriciteit, van vliegtuigen, van smartphones. En door de ontdekkingen van deze mensen kunnen we een foto uploaden en zenden naar andere continenten met een vinger, met een klik met een vinger. Dat was vroeger ook gek, maar nu is dat realiteit. Dus wij bereiken het cijfer van 50 miljoen bedrijven. Wij hebben meer dan 90.000 goed voorbereide en opgeleide promoters. En ons ecosysteem zal inderdaad magisch zijn. En de sleutel naar de succes en geheim van ons systeem, dat zijn onze klanten. Onze klanten zullen werken in verschillende sferen van het leven, verschillende velden. En dat zal actief zijn. Dat ecosysteem zal actief zijn voor 100%. En ieder van ons krijgt passieve inkomen door dat wat wij doen. Ons netwerk zal heel goed voorbereid zijn. Onze promoters door 55% van de inkomen die we delen met de promoters en met onze klanten. Wij zullen grote bonussen verdelen. Met deze bonussen kun jij ook jouw maandelijkse rekeningen betalen. En de mensen zullen ook meer informatie hebben over informatie. Ze zullen betere financiële geletterdheid hebben. Ze zullen ook beter hun kapitaal hanteren. En de mensen zullen ook leren hoe ze hun middelen, hun geld goed kunnen investeren. Want de belangrijkste vaardigheid van een ondernemer is niet verslaafd zijn van zijn business, van zijn bedrijf. Geen slaaf zijn. Maar de mogelijkheid hebben een goed leven te voeren en van je leven en van je business te genieten. Dus sorry daarvoor dat ik te lang misschien heb gesproken, maar ik doe mijn best om je te laten begrijpen hoe belangrijk het is en een open hersenen te hebben. Hoe belangrijk dat is nu hier modern te zijn, zich te ontwikkelen en succesvol op de markt te zijn. Ik wacht op je tijdens het volgende webinar. Wij zullen belangrijk nieuws vertellen. Ik dank je voor je aandacht en voor je coöperatie. En wij geven je
deze informatie, deze instrumenten die jij de kans geven om heel makkelijk, heel simpel, alle deze cijfers te bereiken, alle doelen te bereiken die je voor je gezet had, hebt. Dus groetjes uit Italië, bedankt voor de aandacht en een goede avond nog toegewenst.